Jongens en meiden, een hele goede morgen heeft vandaag. Een hele mooie dag. We gaan namelijk naar Antwerpen en naar Knokke. En we beginnen de dag in Rotterdam. En we kijken wat wij ons hebben. Een M5 Competition. Een BMW draag. Super vet dat we deze vandaag mee mogen nemen. Dit hele weekend eigenlijk zelfs mogen meenemen. Wordt helemaal vet. En we beginnen dus bij de Erasmusbrug. En kijk dit uitzicht. Ik ben hier met de one and only. Camera Gearlust. En kijk deze auto. M5 Competition dus. Dit wordt echt een heel erg bizar weekend. Zoals jullie het waarschijnlijk wel door hebben. Ik heb ook een nieuwe camera. Die ga ik het hele weekend uitproberen. Het wordt vet. Het wordt heel erg vet. Ja, en wat we eigenlijk nog helemaal niet hebben verteld. Mike is nu wat foto's aan het maken. Ik loop waarschijnlijk in de weg. Is dat er nog een M4 GTS. M135 hier van Chasing the Supercar Queen. Onderweg zijn naar Antwerpen en Knokke. Jongens, kijk dit plaatje hier in de havens van Antwerpen. Dit is zo vet. Ik zal heel even wat foto's in beeld laten zien. Het is echt wel een hele fijne auto hoor. Hard rijden, zacht rijden. I love it. Er komt nog een aparte video over de M5 Competition. Ik vertel ook alle ditjes en datjes, vermogen, alles erop en eraan. Hoe het rijdt. Voor nu gaan we er gewoon heel even van genieten. Heel even gas geven. Even kijken waar we staan. Sportplus. Klein beetje. Dit is echt bizar. Jee, jongens. Oren gek. Niet normaal, hè? Wat een bizar ding. Dit is dus nog het mooist. 3000 is dat. Dus, om naar de Wasstraat. Zoeken naar de parkeerplek, maar hey, parkeerglaasje. Sorry. Ik kon het echt niet meer staan. Het moest gedaan worden en het is wel lekker. Wat een bizar ding. En kijk ook hoe groot die is. Je zou het eigenlijk niet eens heel erg op camera zien, maar het is niet normaal. Even kijken, vergeleken een X5. Vorig type, twee types geleden moet ik zeggen. Ik sta bijna tegen de muur aan. Niet te geloven. En deze Mustang is trouwens ook niet vervelend. En vies. Oké, dit is echt het meest random iets wat ik ooit ben tegengekomen. Oké, jongens. Rijd voor. Rijd je mentaal voor. 3, 2, 1. Bijna hoor. Range Rover staat ervoor. Hoe dan? Welkom in Antwerpen. Wat leuk, zo'n Porsche in een parkeergarage. Oh nee. Ja. We kunnen de uitlaat niet zien. Wel hoor. Ik heb er lak aan. Ik heb er echt lak aan. Echt lak aan. Jezus, jongens. Ja, fout. 3 hours later. Ik heb zo het idee dat het alarm van een auto straks kan afgaan in de parkeergarage. Hij staat ook al aan. Ik hoor hem niet eens. Een hybride. Nee, toch. Ik kan het niet voorstellen. Zijn we er? Hé, maar wat bizar hè, zelfs hier gewoon koolstof deze. Ik ga niet harder doen, we worden weggestuurd. Ja. Graag, dat doe je normaal. Dit is ook echt bizar, jongen. Oké, jongens, oordopjes uit.
Dit is gewoon standaard, hoe dan? Hoe kan dit? Ik ga hier staan, anders ben ik doof. Mensen denken dit is een aanslag. Ja, dus M4 GTS. Approximately 10 hours later. Morgen. Goedemorgen jongen, ben je er klaar voor? Zeker. 3, 2, 1. Hop, doei. Leuk hoor, zo'n M4 GTS. Hij heeft gewoon veel spin tot 100. Niet te doen. Oh, dat geluid. Wat bizar! Gaas! Dit is echt vet. Ja, je rap laat een beetje los. Ja, al die stoepjes hier. Gaas, wat is het ziek, hè? Wauw. Dikke Corsa ook. Ja, dat ging goed. We stonden er 5 minuten. En we kregen bezoek. Politie. Maar, jongens, we reden net door het straatje. AMG GTC, het lijken wel skittles. Het slaat op werkelijk waar helemaal nergens op. Dus ik denk nog gewoon een rondje moeten doen. Nu hebben we een mooie locatie, het mooie knokken gezien. En nu gaan we op zoek naar de mooie auto's van het mooie knokken. Als we hier nog uitkomen. Dit is typisch knokken, Maserati. Een Nissan GT-R. Ja, niet één hoor. 2 stuks. Lamborghini Gallardo. Klassieke Mustang, zoals die hoort. En Range Rover, dit zijn net skittles jongens. Holy shit. Niet normaal. Dit is nog niet normaal. Dat is het eerste wat we nu dus tegenkomen op camera. We hebben al 3 GTC's geweest om je die idee te geven. Sporttoerisme. RS6. Dik, helemaal zwart. Black on black. Mooie SLK, wit uitgevoerd. Dikke velgen. Wat betekent dit? Dat zijn dus allemaal nieuwe gring stickers. Ja, en dan hier vervolgens. Dit is nog steeds de perfecte spec op een GTR. Oh. Maserati erbij. Oh, yo, jongens. Holy shit, we zijn wel eventjes door. Door al star of the show hoor. F12. Helemaal zwart. Ja. Camera tegen mijn bakken aan. Lekker hoor. Ja. Het schijnt trouwens 3,3 seconden 100 te zijn. Mijn excuses wat ik in het begin van de video zei.
Mocht je afvragen hoe je de spoiler van een M4 GTS aanpast, dat doe je zelf. En dan heb je gewoon een schroefzetje voor. Hoe verzin je dit nou weer? Ik had net wind mee, dus... Te gauw, hoer. Net had je win 3. Ja. Nu niet meer plat. Wel plat. Net een bouwpakket, hè? Dus, deze kan je binnenkort gewoon vinden op de snelweg. Zo gaat dit dus. Ik denk dat het een heel mooi einde is. Wat een uitzicht. De M4 GTS, een M5 Competition en dus nieuw gerapt. De M135 hier van André. Wat een bizar weekend. BMW daarna nogmaals onwijs bedankt dat ik de M5 Competition mee mocht. Er komt nog een aparte video over. Die wil je zeker niet missen. Wat een geweldige auto is dit. Het was een geweldig weekend zoals ik eerder zei. Vergeet iedereen niet te volgen. Iedereen vind je in de beschrijving. Drive Life, M4 GTS, André. BMW daarna, alles erop en eraan. Het was super vet. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet niet te liken. Vergeet zeker niet te abonneren. Dan komt veel meer van dit soort tofs aan. En dan zie ik jullie heel erg snel. Wasselen.